collages maken. Nou ja, goed, we hebben ook een patroontekenen aan de hand van een hele vragenlijst die wij in patroon maken. Zomaar uit kunnen vinden in patroon. Nou ja, hier, dit boek hebben wij ook allemaal. Het is echt de naaitechnieken. Ja. Dat is vast wat hij achteraan komt. Op dit boek. Multimedia design. Kan je hulp krijgen. Ja. Daarbij hebben we ook nog een vak Datex. En nou ja, daar leer je met de media design. Ja, ik heb een toets. Dan moet je een heel boekje eigenlijk zie je nu niet eentje liggen. Maar dat gaat vooral over bepaalde jassen. Ja, volledig van de jassen. Ook in de wassen. Ja, en bepaalde broeken. Heb je ondertijd zo'n toets, dan moet je er een boekje uit je hoofd. Dat is gewoon heel handig. Ja. Stof. Ja. Er staat gewoon eigenlijk alles in wat je niet weet. Niet alleen over stof, maar ook gewoon. Wat zou je hiervan willen weten? Nou, dat het bepaalde proeven heel goed dat je daar nu al wel eens je keuzes mee aan. Er ook verschillende onderwerpen. Dus het is heel, ook heel breed. En je leert één boekje leer je de stof in een andere boek. En als je nog niks eigenlijk meer haast van afweet, dan zou je dit wel ook nog doen. Dat is niet echt een probleem. Ja, toen ik hier kwam, kwam ik net van de middelbare school af. Ik was alleen bezig met lang leven van bommel. Nou ja, en vooral op stage. Soms stages. En als je stage hebt, wat is dan je doel, zeg maar? Nou, wij lopen een stage bij de naaiatelier en we leren dus vooral, want ik loop nu stage bij het kostuumbedrijf. Wil je echt kostuums in elkaar zetten. Ja. Nog hele kostuums in elkaar worden gehuurd. Dat gaat dan van een SpongeBob pak naar een prehistorisch Victoriaans iets, weet je wel. Naam kunnen leren maken. Ja. Ja. En welke richtingen zou je dan op kunnen als je dit bestelt? Op welke kant je wel voorbij is? Ja, gewoon wat je eigenlijk kan doen na je opleiding. Ja. Wat je eraan hebt. Ja, ik kan vooral inderdaad in een atelier werken. Hoe dit ook is, juist loopt op. Ik had het ook gezegd, dat is juist niet stage op de hoogte. Dus ik zou zit gewoon elk jaar. Ja. Ik als eerste jaar stage kan in een winkel. Dan heb je daar winkelervaring. Maar goed, in elke. Vooral een naaiatelier. Je kan ook gewoon inderdaad. Specialist, want je weet ook, als je inderdaad met die Datex boek, je weet heel veel van stof af, je weet heel veel van modellen af, wat bij wat past. En dan kan je echt hogere functie krijgen van een bedrijf. En dat je ook weet, je hebt een Datex diploma. Want ja, ik krijg eigenlijk twee diploma's. Het modemaat diploma, en als je alle tools hebt gehad van de Datex onderwerp. Detectie komen, dan weet je echt af van modellen en ook bij wie past. Ja, kleuren. Ja.